Ja, 1. Nummer 1. Gaan we voor nummer 2? Gaan we voor nummer 2? Kom op, we can do this. Come on. Pijlen vliegen langs mijn oren. Yes, oké, ik ben er. Super. Ik moet dit winnen. Ik ben hier naartoe gegaan. Het heeft me veel moeite gekost. Come on, laat me het afmaken. Laat me het afmaken, please. Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze spliksplinter nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. En ik heet jullie allemaal weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars, die wij lekker beginnen in de tempelmap. En ik kan mij nog heel goed herinneren dat dit vroeger, toen er nog echt heel erg weinig Skywars mappen waren, ergens in het begin van mijn Minecraft Skywars serie, dat ik dit echt een van de allerleukste Minecraft Skywars mappen van allemaal vond. Ik vind hem momenteel nog steeds heel erg leuk om in te spelen. Het is waarschijnlijk niet echt letterlijk mijn favoriete map, maar hij is echt serieus geniaal. Het is echt een leuke map. Je kunt makkelijk bij je tegenstanders komen, wat op sommige momenten een voordeel kan zijn, maar op andere momenten kan dat natuurlijk ook weer een nadeel zijn. Dat ligt er natuurlijk een beetje aan of jij bij iemand wilt komen of juist bij iemand weg wilt blijven. Zo kan ik proberen hem eraf te krijgen. Alleen ik weet niet zeker of mij dat gaat lukken. Het enige nadeel wat er momenteel wel is, is dat ik bijna geen hout en andere dingen heb. Sterker nog, ik heb helemaal geen bouwblokken in mijn inventaris zitten. Dus ik zal heel even moeten gaan kijken of ik een manier kan vinden. Oeh, kan ik hem misschien... Ja, come on. Ja! Oh my god! Dat is zo lullig, jongens en meisjes. Hij was echt letterlijk net bij het... Huh? Oh, nu heb ik hem er wel. Of was dat weer een andere? Heb ik nou serieus gewoon twee van die mensen die net op het midden waren tegelijkertijd? Ik heb gewoon geloof ik net twee mensen die net op het midden aankwamen. Die dus helemaal zo waren van, yes, ik ben op het midden. Ik heb alle goede gear voor mijzelf. Die heb ik letterlijk net allebei vermoord. Dus dat was een beetje een lullige manier van killen. Maar hey, er zijn nu dus wel weer twee tegenspelers minder. Ik moet proberen hem te killen. Ik weet alleen niet of ik bij hem kan komen. Hij zegt dat hij wil teamen. Als hij hier dan naartoe komt, dan weet ik in ieder geval dat ik hem echt kan vertrouwen. Want als ik namelijk naar hem toe ga en hij schiet bijvoorbeeld met zijn power 3-bow of met zijn punch 3-bow. Ik weet niet of hij die heeft, maar als hij die wel heeft, tegen mij aan, dan zit ik toch wel enigszins met een probleem. Dus ik vraag me eigenlijk af of ik hem wel echt kan vertrouwen. Maar bovenal, ik moet eigenlijk even kijken of ik die daar onderuit kan halen. Ik heb hem namelijk al meerdere malen geraakt. Maar schijnbaar was dat niet genoeg om er ook daadwerkelijk onderuit te halen. Oké. Nee, ik wil teamen. Ik wil teamen. Ik wil teamen. Ik wil teamen. Kom maar hier. Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk degene is die net iets in de chat schreef. Ik hoop het daarentegen wel. Want als ik die namelijk kan vertrouwen en die persoon heeft bouwblokken bij zich, dan is dat voor mij toch enigszins wel weer een groot voordeel. Want ik kan namelijk momenteel helemaal niets doen om mijzelf mee te beschermen. Dus wat ik denk ik even moet gaan doen, is ik moet denk ik heel riskant even hier gaan staan om even heel keer wat hout mee te nemen. Ik heb namelijk momenteel geen andere mogelijkheid om bouwblokken te krijgen. Meestal is het namelijk zo dat je al wel gelijk bouwblokken bij hebt, maar momenteel is dat bij mij niet het geval. Oké, ik moet echt ongelooflijk goed gaan uitkijken. Laat me naar binnen gaan. Oké, nice. Ik heb nu in ieder geval in totaal, even kijken, 16 bouwblokken. Dat moet meer dan genoeg zijn om bij mijn tegenstanders mee te komen. Oké, hij wil teamen. Hij wil teamen. Super. Ik moet alleen even uitkijken voor die kerel, want die gaat mij dus zo meteen gegarandeerd afschieten wanneer die daar de mogelijkheid toe krijgt. Dus ik moet hem eigenlijk voor zijn daarmee. Come on. Nee! Shit! Ik zei al! Ik moet hem daarmee voor zijn! Fuck! Het is me niet gelukt om hem op tijd onderuit te halen, jongens en meisjes. Wat baal ik daarvan? Ik had eindelijk een teamgenoot gevonden die zeer waarschijnlijk naar mij toe kon bouwen. Zodat ik eigenlijk een soort van sidekick had die ik dus kon gebruiken, ja, om samen mee te strijden. Maar jammer genoeg ging dat niet helemaal op die manier in zijn werking. Laten we anders maar gewoon doorgaan naar het volgende potje Skywars uit deze nieuwe aflevering ervan. En laten wij eens even gaan kijken. Job, waarom wrijf je in je handen? Ik heb geen idee. En laten wij eens even gaan kijken of we daar wel in kunnen gaan ownen. Oké, jongens en meisjes, wij zijn momenteel teruggekeerd in een gloednieuwe Minecraft Skywars map. Niet zozeer gloednieuw als in, ik heb hem nog nooit eerder gespeeld, maar in deze aflevering is hij in ieder geval wel nieuw. Bijna elke map die ik in deze aflevering speel is natuurlijk nieuw, omdat ik pas één potje heb gedaan en dat was uiteraard in de... Ik weet even niet meer precies welke map dat nou ook weer was, maar dat doet er even niet aan toe. Tenminste, ik weet wel welke het was, maar ik weet even de naam er niet meer van. Wat ik daarentegen wel weet, is dat wij gelijk even alle spullen uit onze kisten moeten gaan pakken, in de hoop dat we dat dan kunnen gaan gebruiken om even wat epische kills mee te gaan maken. Dus laat ik als allereerst even mijn armor gaan aandoen, want ik denk namelijk dat dat zeer waarschijnlijk wel een erg goed idee is. En laat ik daarnaast ook maar gelijk even wat golden apples gaan eten, want dat lijkt mij namelijk ook wel zo toepasselijk. Oké, ik heb nu in ieder geval alle belangrijke dingen in mijn inventaris zitten. Tenminste, ik heb alle belangrijke dingen in mijn handbereik zitten van mijn inventaris, zodat ik die dus gelijk kan pakken wanneer dat nodig is. En ik zie hier ook een kist zitten. Dus laat ik heel even kijken. Oké, dan dit is niet heel verkeerd, jongens en meisjes. Echt niet. Ik neem gelijk even een god apple, want ik wil namelijk gelijk even kijken of ik wat kills kan gaan maken. En het liefst wil ik eigenlijk gelijk even naar de overkant stapelen, want ik zie er namelijk een hele hoop spullen liggen die ik graag zou willen gebruiken. Al weet ik niet of het veilig is om die op te pakken. Tenminste, om ze op te pakken is wel veilig. Alleen ik weet niet of die kerel die deze persoon dus zojuist heeft doodgeschoten, of die misschien nu ook achter mij aangaat. Oké, ik heb hier mijn punchbow. Come on. Ik had hem bijna, guys. Ik weet het zeker. Wat ik even ga doen is, ik ga nu gelijk even proberen om bij het midden te komen. Want dit is namelijk een van die typische mappen waarbij het heel erg makkelijk is om bij het midden te komen als je daar de juiste, ja, wat zal ik zeggen, de juiste resources voor hebt als het ware. maken. YOLO. Nu moet ik heel snel zijn. Guys. Ik moet er nu niet al te veel omheen draaien. Want ik ben nu namelijk bijna bij het midden. Zeer waarschijnlijk is er al iemand bij het midden. Of ik ben echt letterlijk de allereerste. Wat mij enigszins een klein beetje onlogisch lijkt. Maar ik ben er in ieder geval wel. En daar gaat het om. Laat ik gelijk direct even boven gaan kijken. Oh, hier is een kist. Ik was namelijk al bang dat ik geen kist meer had. Kijk, ik heb hier in ieder geval een god apple. Dat is heel chill. En ik heb mijn bow en mijn zwaard heb ik bij me. Dus in principe zit dat momenteel allemaal goed. En nu wil ik eigenlijk even kijken of ik hem daar verderop onderuit kan gaan halen. Ja, ja, come on, come on. Oh! Oeh, oké, ik kan proberen bij hem te komen. Al lijkt mij dat momenteel niet het meest handige idee. Want ik zit namelijk eindelijk op het midden. En dan wil ik dus eigenlijk niet al te veel... Ja, kijk. Ja, 1, nummer 1. Gaan we voor nummer 2? Kom op, we can do this. Come on, ja. Oké, ja, maar ik heb hem niet. Wie zit er op mij te schieten? Die bitch zit op mij te schieten. Oké, bitch. Come at me, bro. Oh, kut. Job, blijf rennen. Job. Oké, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Kut, ik moet uitkijken. Ik moet weg. Come on. Ik heb geen idee waarom ik dit allemaal deed. Ik heb geen idee wat mij bezielde zojuist. Oké, maakt niet uit. Come on. Nee! Oh my god! You're serious right now? Ben ik serieus? Vanaf het ene eilandje, hoppakee, zo in het andere geschoten? Oké, daar zijn de... Oh my god, hele gangbang daar. Van hier tot Tokio. Nou ja, niet letterlijk van hier tot Tokio. Eigenlijk van hier naar het andere eilandje, maar dat even terzijde. Neem je god apple, Job. Oh, 2 god apples, prachtig. Oké, daar gaan we direct naartoe, guys. Wat? Ik had punch 3 op mijn bow. Waarom werkte punch 3 niet op hem? Shit. Ik was alsmaar op hem aan het schieten in de hoop dat ik hem dan heel ver van me af kon krijgen. En hem dan uiteindelijk met mijn zwaard, of misschien gewoon juist met mijn bow, er vanaf kon halen van het eilandje. Maar schijnbaar was hij op een of andere manier immuun voor de enchantment power 3. Of punch 3, sorry. Shit, guys. Ja, laten we anders maar gelijk doorgaan naar het derde potje Skywars uit deze nieuwe aflevering ervan. En laten we hopen op het gezegde: 3 keer is scheepsrecht. Let's go. Oké, jongens en meisjes. Wij zijn teruggekeerd in de allergrootste Minecraft Skywars map hier in de Cubecraft game server. Jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal al. Dit is namelijk de one and only Biomes map. Een hele grote map met allemaal verschillende soorten eilandjes die allemaal weer hun eigen biome thema hebben. Ik zit namelijk momenteel op een desert eilandje, oftewel de desert biome. Je hebt heel veel van die plains eilandjes. Je hebt daar een sprucewood biome eilandje. Of ik weet niet hoe je die dingen noemt, zeg maar met al dat sneeuw en dat soort dergelijke. Maar wat wij direct even gaan doen is wij gaan gelijk even al onze spullen pakken. En wij gaan direct even kijken of wij hier misschien onze tweede kist zouden kunnen vinden. Want ik kan jullie namelijk vertellen dat we die heel erg hard gaan nodig hebben in ons avontuur hier. Dus laten wij eens heel even gaan kijken of wij die kunnen vinden. En laten wij bovenal gelijk even ons armor gaan aandoen. Want dat lijkt me namelijk ook wel zo'n gepast en handig idee. Oké, ik heb nu eigenlijk momenteel wel alle dingen die ik nodig heb bij me. Nu is alleen even de vraag van waar kan ik mijn geheime kist vinden? Oké, hier is die. Super. Dus ik moet nu even 1 blokje weghakken. En laten we eens even kijken. Oeh, nice! Een enderpearl. En tegelijkertijd ook nog eens een hele hoop pijlen met armor. Het kan niet beter, jongens en meisjes. Believe me. Oké, super. Dus ik pak mijn enderpearl erbij. Ik neem een god apple, zoals gewoonlijk. Want ik heb daar namelijk nu toch de shizzle, de McFlizzle-nizzle voor. Ik ga het alleen niet halen om direct naar het midden toe te komen. Dus wat ga ik doen? Ik denk dat ik mezelf gewoon even daar naartoe teleporteer. En als ik dan hier ben, kill ik eerst even deze kerel. Die mij inderdaad door heeft. Maar dat doet hij niet aan toe. Want nu heb ik namelijk, als het goed is, weer wat meer gear erbij. Super. Ik vraag me alleen af of hij misschien ook leggings bij zich heeft. Heeft hij leggings bij zich? Ik denk het niet. Nou, hij heeft geen leggings bij zich. Ja, dat even terzijde. Ik zal nu eigenlijk even moeten kijken of ik dan vanaf hier bij het midden kan komen. Want een rechtstreekse gooi, een rechtstreekse worp, dat werd hem namelijk niet. Dus ik heb het maar even met een tussenstapje gedaan. En hopelijk gaat dat tussenstapje ervoor zorgen dat ik dus bij het midden kan komen. Al weet ik dat momenteel even niet zeker. Wat ik altijd even doe, is ik zorg er altijd voor dat ik even een muurtje achter me heb als ik zo riskant te werk ga. Je wil natuurlijk niet doodgaan. Oké, let's go for it. Laten we hopen dat we nu niet via de zijkant te grazen worden genomen. Wat momenteel wel gaande is, want ik zie namelijk al wat pijlen langs mijn oren vliegen. Ik weet alleen niet wie op mij aan het schieten is. Die kerel is op mij aan het schieten, hè? Jij dwaas! You motherfucker! Oké, ik ga toch proberen verder te bouwen, jongens en meisjes. Skywars is geen Skywars zonder risico's. En die quote, die moeten we toch aan onze zijde houden. Come on. Heb ik wel de juiste bow? Ah, kut. Dat is power 2. Heb ik geen punch 3 dan? Nee, ik heb geen punch 3 bow. Oeh, dat zuigt wel. Ik heb punch 3 namelijk wel nodig. Oké, let's go. Ik bouw gewoon elke keer een heel klein stukje. Als ik namelijk in 1 keer rechtstreeks ga bouwen, dan zit ik mezelf gegarandeerd in het vaarwater. Oké, we gaan eerst een beetje naar de zijkant toe. Kut, guys. Oké, we moeten echt heel goed uitkijken. Ik word namelijk echt van alle kanten beschoten momenteel. Maar dan bedoel ik ook echt van alle kanten. Dus ik moet proberen haar onderuit te halen. Alleen het hele probleem is, ik kom daar bijna niet bij in de buurt zonder zelf dood te gaan. Dus ik moet nog even kijken. Oké, let's go. We gaan naar voren. Snel. Ik moet echt hopen dat ze misschiet. Oké, er wordt op mij geschoten. Ik ben er echt bijna nu. Come on. Come on. Pijlen vliegen langs mijn oren. Yes. Oké, ik ben er. Super. Oh man, dat ging echt bijna verkeerd. Meerdere malen zelfs. Ik ben zo vaak. Gingen die pijlen langs mijn oren. Ik wou bijna de hoop opgeven en denken van, ik moet teruglopen. Maar ik ging door. Kut, ik heb geen god apple gegeten. Come on, come on, come on, come on, come on. Ik moet hem killen, ik moet hem killen, ik moet hem killen. Ik heb power, dat is beter momenteel. Ik heb power, daar kan ik er meer mee doen. Want hij heeft namelijk dan misschien wel punch, maar daarmee kan hij mij alleen maar naar achteren schieten. Maar power doet heel erg veel damage bij hem. Dus hij weet dat hij doodgaat, let maar op, come on. Of hij heeft geen pijlen meer, misschien heeft hij wel geen pijlen meer. Of waarschijnlijk heeft hij geen pijlen meer. Come on, come at me bro! Epic fight, epic fight! Oh man, ik moet dit echt winnen jongens en meisjes, ik moet dit winnen. Ik ben hier naartoe gegaan, het heeft me veel moeite gekost. Come on, laat me het afmaken, please. Hoe kan hij zo sterk zijn? Come on, half hartje. Kijk, hij gaat dood. Nee, kut, hij heeft een golden apple genomen. Ja, ik ga dood. Ah, kut guys. Ik weet zeker dat ik hem bijna had. Dat is namelijk de reden waarom hij een golden apple begon te eten. Maar shit, ik heb het niet weten af te maken. Ik moet eerlijk toegeven, ik vond het weer wel zo'n typisch, episch Skywars spotje. Naast het feit dat we dus geen overwinning hebben weten binnen te slepen. Ik vond het weer een episch spotje. En bovenal vond ik het weer een super epische aflevering om voor jullie op te nemen. En dat is uiteraard waar het om gaat. Fuck yeah. Oké, jongens en meisjes. Ik wil jullie allemaal weer ongelooflijk bedanken voor het kijken van deze gloednieuwe splinter. Een nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen heb ik jou nou weten te vermaken met deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Dan mag je hem uiteraard even een blauw duimpje omhoog geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die mooie rode abonneerknop drukken hier onderaan de video. Om 24/7 op de hoogte te blijven van alles wat ik doe rondom dit kanaal. En voor de rest kun je natuurlijk ook even een leuke reactie achterlaten als je dat nog niet gedaan hebt. Dan wil ik jullie allemaal ongelooflijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Jullie zijn motherfucking bazen, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. En dan zeg ik, later mensen.